Vandaag was een speciale dag. We mochten weer een reportage maken van de verkiezingen. Dit is Theo, die moest de hele dag buiten staan in Maastricht. Wij probeerden zoveel mogelijk stembussen te filmen met bekende mensen. Wij hadden Emiel Roemer, Alexander Pechtold, die van de PvdA met een vrouw in een rolstoel, de minister-president en natuurlijk Geert Wilders. Dat was erg gaaf. Bij de RTL hadden ze alleen Edwin Rutte en iemand die we niet kenden. En toen hebben we ook nog wat gewone mensen om hun mening gevraagd. Eentje had bijna geen tanden meer. En toen mochten we zelf ook stemmen. Het was een gave dag. Ook werken bij de NOS? Dat kan. Kijk voor meer informatie op www.nos.nl.